achterlijn. Moet verlengd. Benson, dikke mogelijkheid voor Pek Zwolle. Gaat die bal er eindelijk een keer in? Ja, die gaat erin. En de ploeg die tot nu toe pas 4 keer scoorde in deze competitie, maakt hier via Benson zijn 5e van het seizoen. Niet dat er één van die 5 boven iedereen goal uitkomt. Maar dat maakt de treffer er voor Benson en voor Pek Zwolle niet minder belangrijk voor. Hier de kans en de goal van Afdic. De eer wordt gered door Pek Zwolle, door deze Zweedse invaller. Links is veel ruimte. Ja, nou maak maar af, Afdic nu. Ja, dan heeft hij ongelooflijk veel fout gedaan. Maar als je dan in de 79e minuut dit doet, ja, dan ben je toch de spits waar Zwolle op dat moment blij mee is. Corner van Asjente. Die is goed. Blijft liggen. Afdic niet. Reniers. Oh, maar een redding van Bosker. Afdic. En dan is het alsnog raak. Wereldredding van Bosker om Reniers van scoren te houden. Maar daarna had hij er geen antwoord meer op. Daar komt Benson. En dan gaat hij erin. Dan gaat hij erin. Het is Afdic. Het is verdiend ook. Zwolle valt aan in de tweede helft. Het is 1-2. Goed werk van Asjente. En Danny Afdic scoort zijn 4e goal. Dokter. Goed gedaan van den Berg. Van Pluim. Ja, ja, daar is nog de kans. En daar is de treffer van Benson. Moment waarop Pek Zwolle dan wel de slordigheden bij PSV afstraft. Het is Fred Benson die dat doet. Voorzet van Gravenbeek. En daar is ruimte voor Benson. Scoort al 1 keer. 2 keer nu. Het is 2-1 voor Pek Zwolle. Dat gewoon vrolijk verder gaat zoals het dat grotendeels ook voor rust deed. En PSV weer op achterstand. En weer is het Benson die daarvoor zorgt. De actie is van Van den Berg. Die kapt nog een keer terug en geeft dan voor goed. En daar is hij. Het is Afdic met de verdiende 1-1. Michailov is uitstekend in vorm. Maar hier is hij kansloos. Zwolle scoort de gelijkmaker. Corner, Klich. Mulder zit ernaast en daar is het doelpunt van Afdic. Zwolle staat weer op voorsprong. Nu maakt hij hem wel zelf. Mulder verdwaalde daar in zijn eigen doelgebied. Danilo, Roerse staat nog voor in Afdic, kan schieten. 17 meter verrichting van Holland en zit erin. En Danny Afdic met zijn 8e voor Pek Zwolle zet de thuisclub op een 3-2 voorsprong. Benson, daar is hij langs. Benson, en daar is hij ook langs. Geweldige call, Fred Benson. Die daarmee de keus voor hem van zijn coach Langeler onderstreept. En een gouden randje geeft. Pluim. Benson. Het is beslist, denk ik. Benson. Nou, of het beslist is, dat weet ik niet. Maar dat Pek op 2-0 komt, dat staat vast. Goeie corner. En daar zit hij erin via Benson. Babos gaat onder de bal door. Makkeli zegt, ik heb geen overtreding gezien. En dus is het 2-0 voor Pek Zwolle. Links is Saimak, Saimak, Saimak. En nou, dan moet Benson het maar afmaken. Het is 1-0 voor Zwolle. Daar waar Meijers nu nog naar Vink toe gaat om eens te praten over die strafschop die hij niet kreeg. Handig gedaan, Cliche. In één beweging 2 man kwijt. En nu voor het doel, Benson onder andere. Nou, Benson helemaal vrij. Benson 2-0. Maar dat Mokhtar de bal niet goed raakt. De goede actie van Cliche. Weet Benson er uiteindelijk wel raad mee. Zijn 2e van vanmiddag, zijn 8e van het seizoen. En daarmee lijkt de wedstrijd toch wel beslist.